X-Factor-zangcoach Babette Labeij beleefde gisteren een bizarre dag. Haar familie ontsnapte aan de dood bij de vliegtuigcrash op Schiphol. En tegelijkertijd groeide Babette door een onverwachts optreden in de show van Jay Leno uit tot een internethype. Jakhals Erik sprak met haar over deze buitengewone dag. Tot voor kort was Babette Labeij alleen bekend als de vocal coach van X-Factor. Jullie hoeven helemaal niet zo onzeker te doen. Dat vind ik zonde. Het is wel leuk. Maar binnenkort kent iedereen haar naam. Want gisteren was de ultieme Babette Labeij-dag. Een dag van absolute uitersten. 266, what you stand by? Some delay. We have an emergency in progress. It looks like we lost an aircraft. Jij hebt gisteren misschien wel de meest bizarre dag uit je leven meegemaakt. Ja. Maar wat dacht je toen in eerste instantie, toen je dat hoorde, dat jouw vader en je stiefzusjes in dat vliegtuig zaten? Nou, ik moet je heel erg zeggen dat ik wel het gevoel had dat ze er gewoon, dat het oké was, gek genoeg. Want je zusjes, die heb je vrij snel gevonden, hè? Ja, mijn zusjes en mijn stiefmoeder, die we waren om 11:30 in het opvangcentrum. En om 2-3 uur 's middags kwamen zij daar binnen. En dan ben je heel geëmotioneerd. En dan, waar is papa, weet je? Ja. Dat is heel raar. En via allerlei omwegen zijn we erachter gekomen waar mijn vader, in welk ziekenhuis hij lag. Ja, en heel geëmotioneerd. Hij zei alleen maar van, ja, we hebben een engel boven ons hoofd. Dit is niet normaal. Ja. Daarom ook dat ik nu misschien zo luchtig zit. Maar ik ben eigenlijk alleen maar heel erg blij. Het is toch heel, heel bizar. Maar dat was niet het enige bizarre gisteren. Want jij bent sinds gisteren, ja, op internet wereldberoemd. People think this is a trick. It's not a trick. How are you? Can I talk to you for a sec? What's your name? Babette. Ja, maar dat is dus een filmpje, hè, met een man die heet Steve, de Judgement Bastard. Ja. En die bekijkt mensen en dan zegt hij, nou, die hebben dit en die hebben dat en zus en zo. En dan gaat hij ze interviewen en dan hoopt hij dat die dingen eruit komen. Ja. Now tell the truth here. Okay. Have you ever wore the same pair of panties 2 days in a row? Yeah, of course. You have? Yeah. Wat wij nu van jou weten is dat jij draagt wel eens 2 dagen achter elkaar zelf. Nee, dat is niet waar. Want hij vraagt, heb je dat wel eens ooit gedaan? Really? Ja, maar het still smells really good, hè? Nee, maar ik was... Maar 2 dagen? Ja, nou, vlindertjes die door de wei of zoiets. Vlindertjes in de wei? Ik weet het ook niet meer. Have you ever faked an orgasm? Oh, wow. Maar wat weten we nog meer van jou? Jij faked wel eens een orgasme. Yeah, of course. Okay. Every woman faked. Yeah, every woman? Of course. Ja, nou, nu niet meer, hoor. Nu met mijn man. Ja. Nee, dat zou je nu even toe gaan geven. Not my wife. Mm-hmm, sure, baby. Nou ja, kijk, nou, en jij zei dat bij in beeld. Nobody can see this in Amsterdam, so I can be really honest, hè? Dat interesseert mij natuurlijk nog geen reet als mensen dat niet leuk vinden. Tuurlijk, ja, joh, als jij dan straks bij X-Factor mensen aan het coachen bent of zo, dan denk je, nou hier, even 3 dagen in die gedoucht, vieze onderbroek aan laten scheten. Victor, nou, ik geef wel fucking goed les, dus. De grootste truc is natuurlijk ook dat je nou een beetje doorheen bluft als iets misgaat, hè? De ultimate Babette Labeij dag was het gisteren. De ultimate Babette Labeij show. Dat is wel leuk.